mijn nieuwe vraag op straat. Ik sta hier in de Visserstraat in Breda, midden in het uitgaansleven van de Bredase binnenstad. Veel ondernemers kampen met een probleem. En het probleem is dat de stappers, de uitgaansmensen, steeds later de stad inkomen. Ik wil weten waarom. Heeft u een verklaring? Vraag op straat, vraagt het aan u. Omdat het dan pas druk wordt. En ik heb wel eens een verenigingsborrel. En dan moet ik er om 9 uur al staan. En dan sta je eerst 3 uur uit je neus te eten voordat de mensen binnenkomen. Dus als ik zelf ga, dan wil ik pas gaan als het druk is. Ja, meestal gaan we gewoon ergens indrinken. En dan pas na het indrinken gaan we de stad in. Dat is meestal rond 1 uur of 1. Ja, dan gaat iedereen pas de stad in, maar... Ja, maar je bent... Wij komen zelf uit Roosendaal en gaan ook vaak op stap. En daar is het ook gewoon heel erg dood, zeg maar. Qua volk en qua publiek dus. En dat het overal gewoon niet zo druk is. Meestal eten en drink ik wel wat van tevoren, dus vaak met vrienden dan. En dan gaan we daarna een borreltje doen in de stad. Of het moet zijn na een wedstrijd, dat ik met mijn team al wel vroeger de stad in ga en daar wat ga eten. Maar het komt weinig voor dat ik echt pas om 2 uur los ga of zo. Ja, ik heb er eigenlijk voor de rest geen verklaring voor. Ik weet wel dat wij ook zelf pas laat naar de stad gaan, omdat het dan pas druk wordt. Maar waarom dat zo laat druk wordt, heb ik geen idee. Oei. Het is natuurlijk gezellig om met je vrienden van tevoren in te gaan drinken. En ik denk dat dat dan een beetje uitloopt, dat dat de verklaring is, toch? Ik denk ook wel werk of zo. Werk? Net als wij zijn gisteren ook op stap geweest. En dan wachten we op een vriendin en die moest tot 9 uur werken. En dan ga je eten en dan ga je even omkleden en dan is het al heel gauw 1 uur. En dan denk je, nu moeten we gaan. Ik denk dat daar wel meerdere verklaringen voor zijn. En ja, eentje is natuurlijk sowieso dat alle dagzaken die normaal tot 2 uur open waren, die richten zich veel te veel op de nachturen. En ja, voor 12 uur 's avonds is er gewoon echt helemaal niks te doen. En daar stelt ook elke horeca-eigenaar zich op dit moment op in. Want ja, ze mogen toch allemaal tot 4 uur. En waarom zou je je best doen om 10 uur mensen binnen te krijgen? Ja, en als je natuurlijk overdag in de stad loopt, dan zijn er toch wel hele goede cafeetjes die vroeger om 2 uur heel leuk eruit zagen. En tegenwoordig s'avonds om 8 uur nog niet om aan te gluren zijn. Ja, ik denk dat dat 1 ding is. En het tweede ding is natuurlijk toch wel de drank, dat de 16-plussers weg zijn. Ja, die liepen voorheen, liepen die om 5 uur 's middags zo in de stad. En dan was er leven in de stad. En op dit moment, als je om 10 uur 's avonds kijkt, dan is het natuurlijk gewoon dood. En al die kinderen die zitten lekker bij iemand thuis of in een of ander honk, zitten die voor te drinken. En of zelfs in de kroegen, in de dorpen hieromheen, ja, die toch, naar mijn weten, minder gecontroleerd worden dan de grote stad. Want ja, daar zitten er maar een paar. Ja, en dat maakt het in de stad des te moeilijker om de mensen vroeger hierheen te trekken. Want ja, wat moeten ze hier doen als er 10 man in de kroeg staat? Vaak moet ik nog zelf, moet meestal nog werken, want ik ben zelf ook in de horeca. Maar vaak dan komen de meeste mensen pas. Dus ja, dan denk je, gaan we ook maar zo laat, want dan gaan de meesten. Dan ga je eerst thuis nog even gezellig wat met elkaar nog wat drinken. Ja, meestal is dat het eigenlijk altijd wel. Ze hebben steeds minder geld, dus ze gaan thuis meer eerst indrinken. En dan gaan ze de kroegbaas lastigvallen. En die mag het verder oplossen. En dan heb je het over indrinken. Dat verhaal heb ik al heel veel gehoord net. Zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat de sluitingsuren zo veranderd zijn? Vroeger was alles om 2 uur dicht en dan ging je om 10 uur op stap. Het was, toen ze om 2 uur dicht waren, was het allemaal wel een stuk duidelijker voor iedereen. En om 2 uur kon je gewoon lekker naar huis toe. Of je ging nog verder naar die nachtkroegen, maar dan kwamen ze niet altijd even binnen. Dus kijk, ik heb vroeger in de brouwerij gewerkt, dat is 40 jaar geleden onderhand. Dan stonden ze om 7 uur aan de deur. Te kloppen of dat ze alsjeblieft binnen mochten. Dan stonden ze met een man of 20 al te wachten. Maar ja, die tijd is voorbij. Die tendens is helemaal veranderd.